Patrick Leijzen van Open VLD. U staat hier ook vandaag bij Stamedia. Wat verwacht je van de resultaten, Sabiet? Ja, kijk, ik heb de laatste weken en maanden volop met Open VLD toch hard campagne gevoerd. We hebben eigenlijk toch een duidelijk beleid en duidelijke standpunten daarvoor gebracht. En ik kijk uit naar een goede uitslag. Een uitslag eigenlijk die een bevestiging geeft aan de voorbije 10 jaar. Waar dat de VLD duidelijke keuzes en echt toch een goed bestuur heeft geleverd. Vooral het harde werken. Staat u toch niet op een verkiezbare plaats? Is er misschien iets denigrerend tussen de volwassenen en de jongeren? Ja, ik begrijp dat standpunt. Ik heb dat ook vaak gehoord. Van kijk, je bent 21 jaar, je staat op de 21ste plaats. Waarom doe je dat? Maar ik wens vooral stap per stap in de politiek te gaan. Aldoende leren. En dus 21ste plaats, stapje per stapje, hoe werkt dat? En ook tijdens de campagne leren echte mensen leren die echt kennen. Ga je op straat, markten bezoeken, huis bezoeken. Dus ik wil niet de pretentie hebben om een verkiesbare plaats terecht te claimen. U bent 21 jaar, u bent dus ongelooflijk jong. Ja. Verschillen de standpunten tussen u en bijvoorbeeld Dirk van Mechelen, die toch niet zo jong is? Ik ben opgegroeid in een heel andere generatie, in een Facebook-generatie. Dus natuurlijk over het liberale gedachtegoed ben ik het helemaal akkoord. Maar binnen de liberale partij is het heel belangrijk dat iedereen zijn mening heeft en dat die ook wordt verdedigd. Dus wij zijn niet zoals de andere partij, waar dat er één duidelijke mening alleen maar mag zijn en discussie eigenlijk verboden is. Dus ja, ik vind het leuk, zeker met Dirk kan je altijd discussiëren over de Oosterweel, over andere thema's. En dat is ook het aangename. En als je dan, ik krijg vaak, waarom dan jong VLD of toch de VLD? Dat is eigenlijk ook omdat ik geloof dat iedereen zijn mening heeft in de vrijheid van het individu.